Hallo allemaal, de laatste van april, 30 april. En de weerkaart die is eigenlijk niet zo heel simpel. Ik zet die er even bij, ik doe dat niet gauw, maar dan zie je zelf wat er aan de hand is. We zitten in onze omgeving immers met diverse kleine lage drukgebiedjes. Er liggen er een aantal boven de Britse eilanden. Eigenlijk maken ze allemaal deel uit van één groot complex lage drukgebied waar we in zitten. Maar het zijn die kleine kernen die alles sturen. Die Britse kernen, daar moeten we ons eigenlijk op dit moment niet zoveel van aantrekken. We moeten naar de andere kant kijken, boven Europa. Daar liggen ook een aantal kleine lage drukgebiedjes. En die zijn voor ons meer van belang. De voorbije nacht stuurde zo'n kleine kern een inactief warmtefront over onze omgeving. Daar zitten we vandaag achter, in zachte lucht. Maar het algemene weerbeeld is niet zo denderend als gisteren. Er zijn duidelijk heel veel meer wolken. Die wolken die overheersen meestal, wat niet wil zeggen dat er geen opklaringen zijn. Maar die kleine lage drukgebiedjes maken de situatie heel complex. Niet alleen voor vandaag, ook voor de komende dagen. Alles verandert en schuift een beetje. Als alles een klein beetje schuift, dan betekent dat voor ons meteen een totaal ander weerbeeld. Maar voor vandaag dus veel wolken, wat niet wil zeggen dat er geen opklaringen zijn. Er komen opklaringen voor verspreid overdag. Soms is dat zelfs een brede opklaring met veel zon. Op andere momenten is het een mix van wolken en opklaringen. Het is wel zacht. Een zuidelijke wind voert zachte lucht aan. We halen gemakkelijk 16, 17, 18 graden, zelfs in de kustregio. Landinwaarts is het 18, 19, misschien een lokale 20er. Met het vorderen van de dag neemt de onstabiliteit echter toe en die wolken die worden wat dreigender. En vooral naar de late middag, vanavond en vannacht toe kunnen daar een aantal buien uit gaan ontwikkelen. Nu, dat zijn regen- en onweersbuien. En opnieuw, ja, het is heel onzeker. 1. Of die er komen. 2. Waar precies. En 3. Hoe zwaar die kunnen zijn. Ik stel voor dat we dat in de gaten houden. Er is dus een kans op flinke regen- en onweersbuien naarmate de dag vordert en vanavond en vannacht. Maar zoals altijd bij onweer geldt dat je dat eigenlijk maar heel kort van voordien kunt zien aankomen. In het geval dat eraan komt, stuur ik zeker via de sociale media de nodige updates in het geval dat zware buien zouden worden. En dan gaan die geleidelijk in de loop van de avond en nacht uitsterven. Het is een zachte nacht, minimaal rond een graad of 10. Maar sommige modellen geven toch nog tot aan de ochtend kans op een verspreide bui. Morgen ziet het dan weer een stuk beter uit. In die zin dat we het grotendeels droog zouden kunnen houden. De wind draait wel, die gaat naar een noordelijke richting. En we zitten nog in zachte lucht, maar die noordelijke wind gaat dat toch wat temperen. Zeker aan zee, daar halen we maar een 14, 15, 16-tal graden. Landinwaarts nog 18, 19. Maar er is opnieuw vrij veel bewolking en ik sluit zelfs niet uit dat er aan de kust wat zeemist zou kunnen opduiken. Dat moeten we ook morgen in de gaten houden als dat zou gaan gebeuren. Er is dan een groeiende kans op een enkele verspreide bui, maar de meeste plekken gaan het morgen, denk ik, gewoon droog houden. Donderdag en vrijdag worden dan wisselvalliger dagen, maar ook daar een detailverwachting is heel moeilijk nu al te geven, hoewel het zo dicht zit. Wegens de nabijheid van die kleine lage drukgebiedjes. Het meest waarschijnlijk is dat we donderdag nog in vrij zachte lucht zitten, 16, 17 graden met een zuidwestelijke wind, maar het is onstabiel met in de loop van de dag een paar verspreide buien. Dan zou er een regenzone doortrekken in de nacht van donderdag op vrijdag, waarbij dan vrijdag eerst die regen nogal wat kan blijven slepen. Later op de dag klaart het op, maar het is dan wel koeler met een 13 tot 14 graden. De nacht naar zaterdag zou dan droog verlopen en ook het weekend wordt grotendeels droog met maxima rond een graad of 17, al is een heel enkele bui niet onmogelijk. Begin volgende week, en dat schrijf ik er de pluim bij, zou dan nog een lage drukgebied in onze buurt komen te liggen met opnieuw toename van de kans op regen en buien, maar niet in extreme mate. Later in de week nemen hoge drukgebieden het over en gaan we waarschijnlijk naar een totaal ander weertype met in de loop van mij meer invloed van hoge druk, droger weer, zonniger weer en zachter weer. Dat zie je in die pluim op langere termijn. Maar nog eens, het is allemaal met twee woorden spreken. Zowel op de korte, middellange als lange termijn zijn er heel wat onzekerheden. Nu, in alle geval, ik hou je verder op de hoogte. Ik bedank je alvast voor het kijken vandaag. En hou zeker ook de updates in de loop van de komende dagen in de gaten. Dag.